Jolante Kabau heeft inmiddels gereageerd op de geruchten dat ze weer tot over haar oren verliefd zou zijn. Het weekblad Story publiceerde woensdag het verhaal dat de actrice zou zijn gevallen voor de charmes van de Nederlandse miljardair Robert van der Wallen. Op Instagram laat de presentatrice weten dat ze helemaal van niks weet en waarschuwt haar volgers. Interessant wanneer mensen en slash of media claimen dat ze dingen weten over mijn persoonlijke leven, terwijl ik nergens van af weet. Je gelooft niet alles wat je leest, adviseert de presentatrice. Het weekblad schreef woensdag dat er meerdere bekenden van Jolante aan het blad zouden hebben bevestigd dat zij en Robert het erg gezellig hebben. Zo zouden de twee door haar zus Rebecca en haar vriend Marcel Boekhoorn zijn gekoppeld. Het management liet al aan Show News weten dat het klinkklare onzin zou zijn. Volgens de bronnen van Story zou dit extra pijnlijk zijn voor Wesley Snijder, hij zou namelijk nog niet op de hoogte zijn van de nieuwe liefde van zijn ex-vrouw Jolante. In maart 2019 maakten Wesley Snijder en Jolante bekend uit elkaar te gaan. Wesley kwam hier later zelf echter op terug door te zeggen dat hij en Jolante nog niet gescheiden waren. Na deze tijd is het tweetal nog meerdere malen samengespot. Zo werden zij vorig jaar zomer samen gezien bij Stadion Galgenwaard in Utrecht. En ook in januari werden zij nog een keer samen gespot op Schiphol toen zij met hun zoontje Xeskseve een vlucht namen naar Los Angeles, de huidige thuisbasis van Jolante. Volgens de maker van de foto kreeg Jolante zelfs een zoen in haar nek van Wesley. Maar het management van Jolante liet Show News daarop weten, Jolante en Wesley zijn uit elkaar, aan de situatie is niets veranderd. Op de foto is echter duidelijk te zien dat de twee weer samen staan. Eerder vertelde Jolante al openhartig in De Vrouw over de breuk. Afgelopen jaar was een van de moeilijkste jaren uit mijn leven. Ik denk dat iedereen die een relatiebreuk heeft ervaren, begrijpt hoe verdrietig en eenzaam dat kan zijn, vertelt ze. Het was dan ook vooral haar zoontje Xeskseve, 4, die haar door deze tijd heen sleepte. Het allerbelangrijkste van alles is mijn lieve Xeskseve, 4. Die mij elke dag zoveel liefde geeft en heel trots maakt. Ik vind het bijzonder dat ik elk moment mag meemaken van hoe hij groeit en leert. De brunette bevestigde wel dat ze nog altijd contact heeft met de familie van Wesley. Na al die jaren is ook Wesley's familie mijn familie geworden. Ik hou zielsveel van zijn ouders. Voor de opvang van haar 4-jarige zoontje Xeskseve tijdens tv-opnames kan ze rekenen op de ouders van Wesley. Zijn moeder is als een moeder voor me. Wat er ook gebeurt, die liefde zal nooit verdwijnen. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.